Leuk dat je kijkt naar deze video. Hier kunt u meer te weten komen over een van onze huidige onderzoeken. Om plantweerbaarheid in relatie met voeding beter in beeld te krijgen en er beter grip op te krijgen, zijn wij tarwe gaan telen in afgesloten buizen. Daarop worden later luizen uitgezet en wordt de vermeerdering van de luis onderzocht. Nitraat is het element waar we als eerste de proef mee uit gaan voeren. Nitraat heeft veel impact op de gezondheid van de plant. Nitraat is nodig voor een gezonde groei, maar kan ook te veel worden aangeboden. En dan kan het ook te veel door de plant worden opgenomen. Met als gevolg dat de plant vatbaarder wordt voor plagen en ziekten. Hier ziet u de buizen met tarwe die geteeld zijn op een voeding met 1 millimol nitraat. Deze plant toont immers wel een gebrek. Bij verlaging van nitraat is het wel van belang dat er geen productie wordt ingeleverd. De behandeling hiernaast heeft 2,5 millimol nitraat gekregen. Zo is ook te zien dat het gewas al helemaal anders is ontwikkeld. Naast deze nitraatgiften zijn ook nog twee hogere nitraatrappen gemaakt. Eén buis met 5 millimol nitraat en de hoogste voeding zat op 7 millimol nitraat. Zoals je ziet is er veel verschil in plantontwikkeling. Maar daarnaast is er ook een verschil in hoeveelheid luis geteld. In elke buis is een gelijke hoeveelheid luizen uitgezet en na een tijdje zijn de luizen per buis geteld. Blaadje voor blaadje zijn de luizen geteld om de telling zo nauwkeurig mogelijk te houden. De blaadjes zijn apart gehouden om plantsapanalyses op uit te voeren, om zo een beter beeld te krijgen van de opname van de plant. Om terug te komen op de luizentelling, de planten met de laagste nitraatgift hebben de laagste luisproductie. Daarnaast volgt de behandeling met 2,5 millimol. Op deze manier is te zien dat voeding wel degelijk effect heeft op de weerbaarheid tegen plagen zoals luis. Op deze manier willen we meer inzicht krijgen welke voeding ideaal is voor een weerbare plant met een gezonde groei.